Zijn we van start gegaan met de eerste halve finale bij de meisjeskadetten. Dat betekent dat de jongenskadetten zich mogen gaan melden in de area of goal. Dus de jongenskadetten mogen zich gaan melden in de area of goal. En ik heb eventjes de tijd om de rijksters aan jullie voor te stellen. Kersie Hogeveen, Sophie Kraaienveld, Maaike Vriesinga, Dindy Koster, Letizia Nereen, Janne Berkhout, Emma Glastra en Melissa Mooiman. 8 rijdsters in deze halve finale. Ja, dan zorg je niet maar dat je die harder rijdt in de finale. 8 rijdsters. Alle 8 willen ze binnen, alle 8 willen ze rechtstreeks door naar de finale. Dus je gaat netjes rijden. Ja. 50, 55. Aan de leiding met het nummer 341. Ja. Emma Glastra. Gewoon netjes. Yes. Dan daarachter Dindy Koster, tweede positie. En dan zie je dat het toch ietsje tactischer is hier. Dat ze toch iets meer gaan gokken op die eerste plek. Eerste plek rechtstreeks naar de finale, de rest op tijd. 341, Emma Glastra nog steeds aan de leiding. Dan gaan we richting de bel. Dan gaan we ons opmaken voor de bel en dan zien we daar een aanval. Aanval. Van de nummer 333 van Dindy Koster. Dindy Koster aan de leiding en dan daar achteraan. En Janne Berkhout. Samen met Letizia Nereen. Kwam dan de aanval van Dindy op tijd? Of komt Janne er toch nog onderdoor? Janne, nee, het wordt officieus. Dindy Koster, eerste positie. Janne Kramer, tweede positie. Letizia Nereen.